Ik kreeg te maken met menstruatiearmoede op 34-jarige leeftijd helaas. Ik ben beland in een financiële situatie van om en nabij 50 euro in de week met twee kleine kinderen. En dan maak je de keuzes die niet op menstruatieproducten gericht zijn. Als mijn periode kwam van menstruatie, dan gebruikte ik gewoon wc-papier. En dan zorgde ik eigenlijk wel ervoor dat ik zo min mogelijk naar buiten moest. Omdat ik, je moet het heel snel verschonen, want je lekt gewoon heel snel door. En zo wil je niet buiten zijn. Ik heb me heel naar gevoeld in die periode. Het was alleen en maar door voor mijn kinderen. Het heeft in ieder geval bij mij een hele grote deuk opgeleverd omdat ik niet naar buiten kwam. Voor zover het zich toeliet, bleef ik thuis. Dus je hebt ook geen contact meer met andere mensen. Dus je komt in een sociaal isolement. Ik zou zeker willen meegeven aan andere vrouwen, praat erover. Ga niet zoals ik alleen thuis zitten. Het hoeft geen schaamte meer te zijn. Jonge meiden kunnen, als je thuis er niet over durft te praten, kan je op school naar een vertrouwenspersoon of stap naar de juf. Die weten ook de wegen om je te kunnen helpen daarmee. Ik leef nog steeds met 50 euro in de week met mijn twee kinderen. Echter, bij ons in de regio maak ik gebruik van de menstruatieuitgiftekastjes die wij gelukkig bij ons heel veel hebben staan. Waardoor ik niet meer die schaamte hoef te ervaren als ik naar buiten moet, als ik ongesteld ben. Ik voel me en heel erg vereerd en ik ben super trots op dat ik een voorbeeld mag zijn voor andere vrouwen. Door hier voor jullie erover te praten. En het zou echt top zijn als andere vrouwen hier ook meer over gaan praten, omdat ik hier ook zit. Ik heb heel veel plezier weer in mijn leven en heel veel mooie mensen om me heen. En ondanks dat het financieel nog steeds heel zwaar is in mijn leven, ben ik wel weer in de opbouwende sector bezig.